Wij organiseren vandaag een beach clean-up. Wij organiseren de beach clean-up omdat het belangrijk is dat de stranden zo schoon mogelijk zijn. Helaas is er best wel veel zwerfafval, onder andere op het strand en in de duinen te vinden. En wij willen voorkomen dat dat terug de zee in gaat. Als het in de zee komt, eten de dieren dat op en vervolgens kunnen ze daaraan overlijden. Ja, en dat willen wij proberen te voorkomen. Een stukje awareness proberen we ook te genereren. Onze doelgroep is vooral kinderen. Kinderen hebben echt de toekomst. Wat wij doen is educatie verlenen. Wij geven lessen op scholen, maar ook aan verenigingen. Our slogan is educate to protect. Als jullie willen helpen, dan kan dat. Kijk op de website www.seafirstfoundation.nl of op Facebook. Daarbij zie je dat wij een aantal acties hebben lopen. Wij organiseren vaker beach clean-ups, maar wij geven ook les op scholen. Vraag een lezing aan, wij komen langs. Er zijn meerdere activiteiten die wij organiseren. En vooral de kinderen willen wij benaderen om na te denken van hoe we ervoor staan en wat we kunnen doen om de wereld zo gezond mogelijk te houden.